Senior Muziekgebouw Eindhoven. En concerten spelen hier is al geweldig. De akoestiek is namelijk heel verfijnd. Maar een opname maken, en vooral met het team, is echt van een andere orde. En ik maak me op voor 3 dagen van geweldige inspiratie. Met Michael Fine heb ik al een paar keer gewerkt. Een Händel-opname gemaakt, een Mozart-opname gemaakt. En Erdo Groot is ook een fantastische sound engineer. En de stemmer, Michel Brandjes, ken ik al vanaf mijn jeugd. En ik vind het een enorme eer, want dit is echt een fantastische stemmer. Ik vind het een enorme eer dat hij hier ook aan meewerkt. Ja, zoals ik al zei, ik heb er echt zin in. Ik ben de pianostemmer, pianotechnicus. En ik probeer voor Daria, die ik eigenlijk al vanaf haar vroege jeugd, ken. Om de vleugel er niet te laten zijn. Dus dat ze heel vrij is, dat ze alles kan doen wat ze wil. Ze is ontzettend muzikaal, ze is heel bewegelijk. Ze heeft een prachtige klank, beweging die ze maakt in de muziek. Die we kennen van haar andere cd's en haar concerten. Dat is weer de uitdaging voor deze komende 3 dagen. It's a pleasure to be here in Eindhoven in the Netherlands today, recording with the extraordinary pianist Daria van den Bergen. This is our 3rd project together for Sony Classical. Today we start work on Domenico Scarlatti. Now Scarlatti, we don't know very much about him. He was a very enigmatic person, but he and Daria have something astonishing in common. They both have a great sense of inventiveness, ingenuity, playfulness, whimsy. And I think there's a wonderful emotional symmetry between Scarlatti's music and the way Daria plays the piano. And I have to say that with Daria, each time we work together, you sense the growth, the artistic growth, the growth of imagination. Of course, things have changed in her life since she had her lovely baby, Alisa, and met her partner, David. And you hear this reflected in the music, because music does reflect our souls, our lives, the way we think, the way we talk, the way we relate to people. And she brings all of this to her music, and that's why, for me, it's an extraordinary pleasure always to work with her. Bij deze opname van Scarlatti Sonates ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van de microfoons, de microfoonkeuze en het mixen van de klank voor de uiteindelijke resultaat. Daar gaat Michael Fine mee verder. Hij gaat de editing doen en uiteindelijk nog de opname afmixen. Scarlatti opnemen is iets heel anders dan de vorige opnames die ik heb gemaakt. Want het zijn allemaal korte stukjes die eigenlijk allemaal eigen wereldje op zich zijn. Dus je hebt geen lange lijn dat je een paar uur lang 1 sonate gaat spelen. Maar eigenlijk continu heel erg geconcentreerd 1 kort stuk behandelen. En dat maakt dit een grote uitdaging.